Je kon merken dat hele leven, alles was gecentreerd om de kerk. We lopen nu even naar links. Ja, helaas is die nu gesloten. Maar hier achter deze doren, zwaar vergrendeld, staat een gouden avondmaalstel. Dat is geschonken door de familie Diodati. En de eerste Diodati was een afgevaardigde naar de synode. Heeft ook een behoorlijke stem gehad in de beschrijving van de vijf artikelen. Een zeer geleerd man in talen. Kwam uit de universiteit van, als afgevaardigde van de universiteit ook, en de kerk van Genève. Dit is het zogenaamde refter. Hier gingen de monniken, zeg maar, elke dag naar de mis. Maar die monniken moesten tijdens de viering van de mis staan. Monniken zijn ook maar mensen. Dus ze hadden er toch wat op verzonnen. Kijk, hier bijvoorbeeld. Dan konden ze toch een beetje zitten en met de ellebogen zo een beetje op deze dingen steunen. Ja, hier staan we voor het gebouw van de Cloveniersdoelen, Cloveniers-Singel, waar die beroemde synode gehouden is in 1618-19. En dan valt bijvoorbeeld op dat daarachteraan, daar zitten vier heren met een baldekijn boven hen, vijf. Dat waren de afgevaardigden uit Engeland en die waren bisschoppelijk en van adel. Je ziet daar ook een lege bank, die was bedoeld voor de afgevaardigden uit Frankrijk. Maar zij hadden van de Franse koning geen toestemming gekregen om te komen. In het midden daar, dat waren de remonstranten. Zij waren geen afgevaardigden, maar gedaagden. 180 zittingen zijn er geweest. 180 zitten, waarvan 57. Zijn weggegaan, weggegleden over de procedurekwesties. Het is net de kerkraadsvergadering. Ja, daar lijkt het wel een beetje op, ja. Ik kan ook begrijpen dat Bogerman, de voorzitter van de synode, ja, om het zo te zeggen, toch wel zat werd. En dat hij op een gegeven moment dan zegt, hè, gaat heen, hè, gij wordt weggezonden. We staan hier in de Wijnstraat en toen die synodeleden, of liever gezegd de remonstranten, weggestuurd zijn door dominee Bogerman, moeten we ervan uitgaan dat heel veel van deze mensen logeerden hier in panden van de Wijnstraat. Dus een prachtig zicht, doet je allemaal denken ook aan de tijd van de synode, de huizen, de kerk. Maar we zien ook duidelijk dat de toren 2 meter uit het lood staat. Je kon merken dat hele leven, alles was gecentreerd om de kerk. Hier zien we het huis van de gebroeders de Wit. Maar hun vader was meester Jacob de Wit, was penningmeester van de Dordtse synode. Dus we kunnen ons voorstellen dat die jongens hier op straat wel gespeeld. Ik denk wel dat de garagedeur inmiddels wel een keer vernield zal zijn. Ja, hier staan we voor een pand waar in de tijd van de synode allerlei afgevaardigden hebben gelogeerd. Of het toen al een pizzeria was, dat weet ik niet. In ieder geval de ontvangst van de Dordtenaren was geweldig. Alleen vonden ze het klimaat hier maar zo. De preekstoel die u hier kunt zien is niet uit de tijd van de synode van 1618-19. Toen stond er een kleinere, een houten preekstoel. Die staat nu in de Augustijnenkerk. En deze beeld uit is helemaal uit marmer gemaakt, de vier evangeliën. En dan kan het je toch ontroeren dat in dit godsgebouw er nog steeds de reformatorische prediking gehoord mag worden. Een andere mooie bijzonderheid is dat aan het eind van de synode is hier een preek gehouden door dominee Balthasar Lidius.
maar zijn ook alle besluiten die op de synode genomen zijn hier voorgelezen. En dat had zo'n grote belangstelling van publiek dat degenen die moesten voorlezen kregen op een gegeven moment last van ademnood. Nou, moet je je voorstellen in zo'n enorm gebouw, hè? Ja, dat doet mij altijd wel wat, zo'n steeg. En dan snuif je als het ware de middeleeuwen. We komen nu op een paar meter naar de Kloveniersingel, waar de synode is gehouden. Maar, ik moet heel eerlijk zijn, ik moet u dan toch echt wel teleurstellen. Op deze plek heeft het gebouw waar de synode werd gehouden gestaan. En dit is wat er nog van overgebleven is. Er hangt een oude lamp in de Augustijnenkerk en een schoorsteen is er bewaard gebleven en die staat in het Museum van Dordrecht. Maar goed, ik denk als we er goed over mogen nadenken, dan is het toch een grote zegen geweest met alle menselijkheid en zondigheid die er ook heeft plaatsgevonden, toch een grote zegen geweest voor de Kerk van Nederland.